Jonas Rikkaert, je bent aan een heel constante Ronde van Polen bezig. Vandaag een nieuwe kans voor jou? Ja, we gaan proberen. Ik ken je al twee keer top 10 in de sprint, dus dat heeft wel iets van vertrouwen. Ik ben niet de snelste, maar op een aankomst zoals vandaag is het gewoon meestal voor een sterkere sprinter en niet echt de pure sprinter. Dus hoop ik van iets dichter te kunnen eindigen vandaag. Het is een heel opmerkelijk profiel. Drie klimmen van eerste categorie in de eerste 130 kilometer en dan een iets vlakkere aankomst. Wat verwacht je ervan? Maar ik hoop natuurlijk dat er gecontroleerd wordt dat Ineos bijvoorbeeld voor Kwiatkowski wil gaan rijden en dan UAE voor Ulissi en ja, dat ze gewoon echt voor een sprint willen gaan. Het kan ook zijn dat de vlucht eventueel voorblijft. Hangt ook af van wie dat er mee is, maar daar reken ik momenteel niet op en ik ga vol voor de sprint. Wie in jullie team is er wel aangeduid om mee te gaan in de vroege vlucht vandaag? Als Senne zich goed voelt en er is een goede groep die wegrijdt, zal Senne wel proberen mee te zijn. Lionel is al mee geweest en die gaan we denk ik nog een beetje sparen voor de sprint zondag. En hem daar dan nog de kans geven. En de rest zal een beetje in dienst rijden voor mij en dan voor Tullits te beschermen een beetje voor het algemeen. Welk gevoel hou jij tot nu toe over aan deze Ronde van Polen? Ja goed, ik ben goed uit de Tour de France gekomen en ik heb nog altijd dat goede gevoel en ik probeer dat gewoon zo lang mogelijk door te trekken. En blijkbaar het goede gevoel blijft en de resultaten blijven komen, dus daar ben ik wel blij mee. Veel succes vandaag. Dank u wel.